Bij de gemeentegrenzen van Hollandskroon staan sinds kort aan de A7 twee welkomstborden. Een van deze borden werd op 24 januari door burgemeester Van Eyck onthuld. Met de borden wil de nieuwe gemeente iedereen welkom heten, maar ook de rijkwijde van haar gemeentegrenzen aangeven. Maar uiteindelijk gaan we nou iedereen die over de A7 rijdt laten zien hoe mooi Hollandskroon is en hoe welkom je er bent. Dus wat dat betreft, hoe zeg je dat ook wel, bij deze heet ik Hollandskroon voor geopend. De gemeente Hollandskroon is met 620 vierkante kilometer de op twee na grootste gemeente van Nederland. Terschelling en Lelystad zijn groter, maar dat komt door het bijbehorende wateroppervlak. Binnen de gemeente Hollandskroon wordt er hard gewerkt aan de toekomst. Met name op het gebied van schoolvoorzieningen worden er grote stappen gezet. Op 12 december 2011 werd de eerste paal geslagen voor de nieuwe brede school in Wieringerwaard. Deze nieuwe school wordt het onderkomen voor openbare basisschool De Twee Wegen, peuterspeelzaal De Bezige Bijtjes, kinderdagverblijf Kinderlief en de buitenschoolse opvang Spring In. Op maandag 23 januari werd de eerste paal geslagen van de nieuwe brede school in het veld. Aangemoedigd door wethouder Van Dijk en de heer Scholte van het bouwbedrijf namen Jurgen Konijn van de basisschool De Boet en Sharon Mooi van basisschool De Marinks plaats in de cabine van de heimachine. Zij hadden de eer om de eerste paal van hun nieuwe school veldzicht te slaan. Wat gaan wij hier vandaag doen? Ja, die paal erin slaan! Een paal de grond in slaan? Ja! En wat gaan we op die paal zetten? Ja, een naam. De school! We gaan op die paal een school bouwen. Een school voor jullie. Voor de kindjes van de Marinks, voor de kindjes van de Boet en voor de mensen in het veld. Want er komt hier ook een dorpshuis. En twee klasgenoten van jullie gaan die paal zo de grond inslaan. Starten met een nieuw gebouw. De eerste paal gaat in de grond. En als ze verder bouwen gaan, komt daar de boete staan. Een prachtig nieuwe brede school. De eerste paal gaat in de grond. En als ze verder bouwen gaan, komt dorpshuis hier te staan. We starten met een nieuw gebouw, de eerste paal gaat in de grond. En als ze verder bouwen gaan, komt veldzicht hier te staan. Riep, 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 hoera! Riep, 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 hoera! Riep, riep, hoera! Onder luid gejuich ging de eerste paal met een paar fikse klappen de grond in. Gelijktijdig met de brede school wordt er ook gewerkt aan een nieuw centrum van kinderopvang De Hooiberg. Begin 2013 worden alle gebouwen gezamenlijk opgeladen. Op dinsdag 24 januari, jongsleden, werd in Wieringerwerf door wethouder Bijlstra,
en voormalig wethouder De Groot samen met de heer Gazen van Stichting Sovon en schooldirecteur Cornelissen de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van scholengemeenschap Wieringenland. Het gebouw heeft straks een totaal oppervlak van 9000 vierkante meter en biedt plaats aan 1000 leerlingen. Als alles volgens plan verloopt, is de nieuwe school klaar voordat de lessen in augustus 2013 van start gaan. En dan hebben we nog het oude gemeentehuis van Niedorp. Daar komt de brede school voor Nieuwe Niedorp en Winkel. Het pand wordt van binnen verbouwd en krijgt aan de buitenkant een energiezuinige schil. Zo krijgt het voormalige gemeentehuis een nieuwe bestemming en een nieuw aanzien. Ook is er ruimte voor een zorgvoorziening, zoals bijvoorbeeld een fysiotherapeut. Volgens planning zal de verbouwing in juni van dit jaar starten. Natuurlijk zijn dit plannen die al langer in ontwikkeling waren, maar het is een mooie start voor de jonge gemeente Hollandskroon.